Kijk, we zijn aangekomen in het eerste dorp. Hier is een zegel op de deur, dat kunnen we inspecteren. For all your mapping supplies, we will be opening soon. Dat is mogelijk wel handig, mapping supplies. Wat is dit voor... Oh, ik flikker erin. Hier staan bordjes. Forgotten crossroads. Kijk, ik kan die hele scenery, dan kan ik allemaal kapot slaan. Ook die beesten die hier komen, kijk. Paats, paats. Paats, paats, muntjes, dank u. Er is waarschijnlijk ook nog een mapknop ergens, die ik nog niet weet. Ik weet niet waar ik heen moet. Hier huilt iemand. Bij daarboven. Ik kan niet naar hem toe. Hey dude. Ja, hij huilt, maar ik kan niet met hem praten ofzo. Gast, kan ik jou helpen? Dit loopt dood. Hij zegt ook niks. Wat heb je nodig, dude? Vertel het mij. Opdat ik weet. Ik kan hier niet zien waar ik naartoe ga. Ik flik heel ver naar beneden. Ik weet ook niet waar ik heen moet. Ik kan ook nog naar beneden slaan. Ah. Moet ik hier helemaal in? Is dat het? Ik ga het gewoon doen. Hier staat iemand, een mug. De fondus voor exploring. Oké. Ah, hij maakt kaarten. Ja, ik wil wel een map kopen, ja. Hold tab to view the map. Kijk, dat is handig. Ja. Oké, de mapshop en dirt buiten krijgen we ook een kompas. Oké. Nu hebben we een klein mapje. Zie ik de map, alleen zie ik niet waar ik zelf ben. Zie je dat? Ik zie de map, maar ik zie niet waar ik ben op de map. Dus daar moet ik waarschijnlijk dan het kompas voor vinden. Ik sla de hele tijd al het gras kapot, maar dat levert me niks op. Mogelijk moet ik daar gewoon weer stoppen. Hier de stenen, springen, meppen. Dat zijn allemaal muntjes, hè. Oh, daar kan ik niet helemaal in. Ik durf eigenlijk niet er naartoe te springen, dan word ik misschien gehit. Dus dan gaan we het maar zo doen. Map, map, val, map. Kijk, zo komen we er ook. Zo komen we er ook. Kijk, nou is het ding kapot. En dan kan ik al die munten meenemen. Munten zijn altijd handig. Hier staat een bordje. Oh, die gaat dicht. Een bij. Is dit een minibos? Hij schiet met vuur op mij. Schiet met vuur op mij, daar hou ik niet van. Hij is dood. Nog één. Nog twee. Ik kan een beetje door het muurtje heen slaan.
Ik moet uitkijken voor het ding. Hier eentje is dood. Twee is dood. Nou, de hekken gaan open. Het lijkt erop dat ik deze mini-boss succesvol heb afgerond. Zonder problemen. Hier is een grote deur. En hier beneden is een kleine deur. Gekke wormen. Daar kan ik niet in. Die wormen kan ik niet slaan. Hier zit weer een mug. Die pakken we aan. Hieronder is wel weer een secret met extra muntjes. Die kan ik pakken. En weer een kleine deur. Ik heb nu die grote deur dus geskipt. Ik moet een beetje rekening houden met mijn hits. Dat er een beetje delay in zit. Dat ik niet constant kan blijven mappen. Waar gaat dit naartoe? Twee wormen. Kan ik hier weer wat muntjes mee pakken? Timing, vallen. Timing, springen. Timing, springen. Kom ik hier uit? Waar gaat dit naartoe? Hier is weer een bordje. Ik kan het bordje niet lezen. Op de map zie ik... Ja, ik zie mezelf niet. Ik zie de map, zie ik. Ik zie dus niet mezelf op de map. En daar heb ik dus mogelijk kompas voor nodig. Hier is een save point. Kijk. Inspect. A tall machine with a symbol of stag. Ja, laten we doen. En nu kan ik deze deur in. En er is hier een bel ontstaan. Ik kan niet deze deur in. Huh? Oké, die deur is geopend, maar ik kan er niet in. Interessant. De deur is open, maar ik kan er niet in. Ik hoor iemand huilen. Hier is een hele grote soldaat. Maar die skip ik gewoon zo. Ik heb damage gepakt. Die kan ik met A inhouden, kon ik healen. Hè? Kijk, maskertje erbij. Geen probleem. Ik ben in een soort van paleis. Charge in mijn gezicht, ik pak hem aan. Pak ze allemaal aan. Oh, een bos. False Knight. Oké, hij doet een shockwave attack. Good to know. Dan moet ik overheen springen. Ja, dat dacht ik al. Blijven mappen. Shockwave attack, dodgy. Shockwave attack, dodgy. En mappen. Hij valt op, hij valt op. Er komt een normaal hoofd uit. Hij wordt gek, hij wordt gek. Blijven mappen. Shockwave attack. Dodge.
komen ook weer dingen uit het dak. Hij gaat weer slaan. Shockwave, dodge. Valt weer iets uit het plafond. Hij slaat mij mijn bek. Kan ik ook tijdens een bossfight healen? Ja, good to know. Stort weer in elkaar. Kan ik hem weer op zijn kop slaan hier? Baas. Hij gaat weer gek doen. Hij gaat weer gek doen. Ik pak weer even een healing dingetje erbij. Shockwave. Oké, alle damage die ik kan doen is meegenomen. Shockwave dodge. Hij gaat nog eens slaan. Shockwave dodge. Stort weer in elkaar voor de derde keer. De rule of three meestal in deze games. Hij gaat weer stampen. Hij wordt helemaal laat. Hij wordt helemaal laat. Oh. Hij stort in elkaar met mij samen. Kijk eens. Hier. Hij klapt uit elkaar. Bats. Falsehood. Achievement. Inspect. City Crest. Oké. City Crest. Kijk eens aan. Ik heb een item gekregen, maar ik heb geen inventory. Dus ik kan die... Ik heb wel een inventory. Map City Crest. Stone Slab bearing the crest of Hollow Nest Capital City. Fit into a slot. Oké. Focus heb ik. Mijn wapen heb ik. Ja, oké. Okay. Nice. Ja, de False Knight. Ik heb hem verslagen. Kijk, het was een grote ridder, maar er zit een klein spookje in. We gaan daar een checkpoint van maken. En dan gaan we daarna weer lekker verder. De False Knight is verslagen. Ik zie jullie graag in het volgende deel. Bedankt voor het kijken. Tot ziens.